Ik ga nog eventjes wachten. Het zal wel wat minder druk gaan worden, denk ik. Want er zullen ook wel veel mensen op vakantie zijn. Maar voor de thuisblijvers gaan wij toch de hele vakantie, zeg maar, gewoon door met onze live uitzendingen. Dus elke vrijdag doen we nog live. En sommige iets vaker dus. Mij zie je dus iets vaker terug de komende weken. Ik heb wat later vakantie. Hallo allemaal. Ik ga niet allemaal jullie persoonlijk begroeten. Weet je, ik ga langzaam beginnen. Ik ga vanavond deze kaart maken. Dat ga ik eerst doen met de nieuwe Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inked. En als dat klaar is, dan ga ik jullie even, omdat ik vandaag natuurlijk een heel leuk pakket binnen heb gekregen, ook nog even de markers en de nieuwe mallen van Studio Light laten zien. Deze kaart heb ik dus gemaakt met de Make Art Blendable Dye Inked. Deze is waterbasis. Het zijn geen grote inkpads, ze zijn wat kleiner dan normaal. Ik zal even een gewone erbij pakken. Kijk, zie je, ze zijn iets kleiner. Ze corresponderen wel, en dat is dus het hele fijne ervan, met de Archival Inkt. Even kijken, dan zal ik er eens even eentje uitpakken. Op deze. Dat is dezelfde kleur. Maar is deze waterbaas en deze is watervast. Dus dat is gewoon een hele fijne combinatie om te gebruiken. En je kunt het, ze hebben allerlei namen: dye inkt en permanent inkt. Dit is een dye inkt, maar het is gewoon watervast of niet watervast. Ik vind dat het makkelijkst om uit te leggen. De kleurtjes zijn echt heel erg mooi. Ik heb een kleurenwaaier gemaakt. Dit is de Red Geranium. Nou, je kunt zien hoe mooi rood dat het is. Dan hebben we de Bluebird. Even kijken, dat is deze. Een hele mooie blauwe. Kleuren zijn echt heel erg helder. De Fern Green. Even kijken, dit is de Fern Green. Dan hebben we de Garden Patina. Dat was deze. Ik ben vooral gecharmeerd van de kleuren. Poppy. Nou, kijk eens hoe helder het is. De Sunflower. Deze. De Prickly Pear. Soms de namen, hè? Dan hebben we de Violet. Ja, kijk, denk ik zo een beetje, maar het is echt paars. Maar als ik zo op het beeld kijk, kijkt hij bij mij een beetje blauw. Maar het is echt paars. Dan hebben we de Orange Blossom. Dat is deze. Er zijn 12 kleurtjes van. Cornflower Blue. De Acorn. En dan hebben we de Watering Can. Dus deze. En al deze 12 kleurtjes heb je dus ook in de Archival inkt. Dus een mooie combinatie. Ik heb even een staaltje gemaakt. Vond ik wel leuk om toch even goed te kunnen laten zien welke kleuren. Even kijken. En ik heb deze kleuren gebruikt voor de kaart. En ik zat eigenlijk te denken om andere kleuren te gaan gebruiken. Ik zal eerst even laten zien wat ik allemaal nodig heb. Ik heb echt heel veel gebruikt hoor, voor deze kaart. Te beginnen met mijn favoriete papier, het Mixed Media papier van Strakmor. 300 grams. Dan heb ik achtergrondstempel van de Signature Collectie van
Studio Light gebruikt. Daar heb ik ook een stencil van gebruikt. Dan heb ik de poppies van Penny Black. Als gereedschap heb ik de kleine blending tools gebruikt. En dat laat ik jullie straks zien hoe makkelijk dat die zijn. De gewone blending tools. En dan heb ik hele kleine stempeltjes gebruikt van Crealize. En een tekststempel van Penny Black. En dat was de Friendship. Maar Loes heeft, als het goed is, een tapje aangemaakt op de website waar al deze artikelen heel makkelijk terug te vinden zijn. Ik ben deze keer begonnen toen ik de inkt binnenkreeg. Ik ben echt een verspiller van de foam. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb met de hoek en loop heb ik een glitterbandje eronder geplakt. En dan kan ik mijn foam onderdoen. Want ik, ja, echt, het ging hier met bosjes de deur uit. Zowat. Dus ik heb mij voorgenomen om nu bij elke nieuwe inkt ook een kussentje eronder te doen. Dus zodra dadelijk de nieuwe oxide weer binnenkomt, dan ga ik die er ook onder doen met de glitterbandjes. Dat is gewoon heel erg makkelijk. 3,95. Ik weet echt niet hoeveel het erop zit, maar behoorlijk wat. Dus dat is mijn voornemen. En ik heb een bosselpoeder gebruikt. In mijn geval wit. Maar je kunt ook clear gebruiken. Ik zou geen kleurtje pakken, maar wit of clear kan allebei. Dan ga ik beginnen. Ik heb mijn papiertje 14 bij 14 centimeter gesneden. En dan ga ik. Oh ja, wat ik nog meer nodig heb is strijkijzer. Normaliter loop ik heel snel hier om de hoek, want er staat mijn strijkijzer gewoon de hele dag op mij te wachten. Maar ik heb nu mijn rijstrijkijzer gepakt om het even te laten zien. Dat heb ik op het einde allemaal nodig. Ik doe met de Versamark inkt ik de stempel. En alles kan op de glasplaat. Hè? En dan pak ik de hoek. En daar doe ik mijn embossingpoeder overheen. Ik verhit hem meteen. Ik doe twee hoeken. Zo meteen. Maar die embossingpoeder ga ik dus gebruiken als die zit vandaag. Dat is de eerste kant. Misschien nog een staaltje liggen. En hoek 2. Zo, het maakt niet uit of het witte of clear embossingpoeder is. Kan allebei. De rechte kant. Kijk, Marloes heeft de link naar de gebruikte materialen ook in de chat gezet, zie ik net. Dus daar kun je alles makkelijk terugvinden, want het is een behoorlijke lijst aan materialen die ik gebruik. Ik maak wel altijd even gelijk, vooral als ik bij Versamark gewerkt heb, mijn stempeltje even schoon. Plak nog wel. Ik probeer de vragen bij te houden, maar dat gaat me hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Dus ik kijk daarna op het laatst nog even
alles na en de vragen die ik gemist heb, die beantwoord ik alsnog. Zo. Nu pak ik een stempelhulp erbij. Want ik wil mijn stempel er niet helemaal op hebben. Ik heb in dit geval de stempelhulp van Tim Holtz. Even kijken, want ik wil alleen maar deze drie bloemetjes hebben. Wat ga ik nu doen? Ga ik de andere bloemetjes even aftepen. Dus alleen maar het randje van de bloemetjes. Oh, dat doosje, dat heb ik gewoon bij een of andere Senos of dat soort winkel. Het lepeltje, daar is van, oh, welk merk is dat? Dat heb ik ook al een tijdje. Volgens mij is dat van Joy. Er zitten 5 van die lepeltjes in een doosje. En ja, het is heel makkelijk om die embossingpoeder op te strooien. Kijk, ik heb dus dit gedeelte van de bloem afgeplakt. Die wil ik niet hebben. Dus nu leg ik mijn bloem. Even kijken, er zit nog een magneetje. Daar waar ik hem hebben wil. Doe hem dicht. Ik heb dit natuurlijk op rubber staan. Hè, voor degene die, je kunt hem omdraaien, dan staat hij op clearstand. En nu pak ik, omdat ik dus straks met water ga werken, de Archival Jet Black. Daar beïnkt ik mijn stempel mee. En dat ik de tape raak is niet erg. Want die haal ik er namelijk nu eerst even af. Voordat ik dus mijn stempel ga afdrukken. Ik ga er even bij staan, dames. Kijk, hoe je afdrukt. Helemaal een beetje. Het makkelijke van een stempelhulp is natuurlijk dat je het ook 2 keer af kunt drukken. Doordat ik met Archival gestempeld heb, maak ik hem wel even schoon met een stempelreiniger. In plaats van met een babydoekje of een ander doekje. Archival en Sazon, die moet je echt met een stempelreiniger schoonmaken. Dan ben ik nog maar net bezig en dan heb ik hier alweer een compleet zootje. Kijk, zien jullie? Ik heb nu maar een gedeelte van de stempel. Dan zal ik hem een beetje inzoomen. Ik zal misschien even kijken. Nee, die is niet. Die even. Zo. Ik ga nu even 3 kleurtjes kiezen en ik wil eigenlijk misschien toch wel andere als die ik blauw en de vuil. Ja. Ik pak dus nu de Red Geranium, de Bluebird en de Fern Green. En deze inkt, en daar zullen jullie zo ook zien, die blendt echt perfect. Ik begin met de rode.
zoals jullie zien, mag allemaal op die glasplaat. Hè? Dan kun je dadelijk gewoon mooi schoonvegen. Dit doe ik dus met de grote blending tooltjes. De ronde. Klein stukje. En dan gewoon willekeurig. Ben ik uit beeld? Ja. Pak ik de groene. Ja, die kleine potjes en bossenpoeder zijn vaak wat lastiger. Daarom heb ik het gewoon in een groot bakje gedaan. Dat is toch wat makkelijker. Kijk, ik krijg meteen een mooie diepe kleur. En voor deze techniek moet het ook echt gewoon goed diep van kleur zijn. Dus niet heel lichtjes, echt flink de inkt erop zetten. Kijk, dan heb ik net mijn vingerafdruk erin gezet. Maar dat blend ik zelf alweer weg. De blauwe. Nee, je hebt nog niet heel veel gemist, Marije. Ik heb net de hoekjes met witte en bossenpoeder gedaan. En een gedeelte van de stempel met zwarte archival inkt erop gezet. En nu ben ik de kleuren erop aan het blenden. Kijk, wauw. En ik heb een beetje andere kleuren gebruikt als in mijn voorbeeld. Dan heb ik dadelijk zelf ook niet twee dezelfde kaarten. Goed lekker dik de inkt erop zetten. Nog een keer terug met rood. Nog een keer met de groene, fern green. En nog een keer met de blauwe. Nu zie ik wel echt, echt heel erg dik de inkt erop hebben liggen. En als jullie dan goed kijken. Dan zien jullie dat die zo mooi in elkaar geblend is. Zien jullie wel, hè? Even wat wegpoetsen. Nou, dan pak ik de stencil erbij. En ik vind deze stencil vooral heel erg leuk, omdat er heel veel kleine vakjes bij zijn. En nu ga ik weer met dezelfde inkt werken. Alleen gebruik ik nu een kleine blending tool erbij. De kleine blending tools werken vooral fijn als je dicht bij randjes moet komen die je niet wil raken. Dus bijvoorbeeld hier tussen de bloempjes in. Aan de zijkant. En toch zo dicht mogelijk zeg maar, bij het bloempje te komen, pak je die kleine. Nou, hier heb ik al met rood aan gezeten. Dat zien jullie misschien niet. Maar dat heb ik gewoon onder de kraan ook weer afgespoeld. Omdat dit natuurlijk op waterbasis is, gaat dat heel makkelijk. Even kijken. Nou, dit stukje. Dat zit ver genoeg bij de bloempjes vandaan. Dus dat kan ik nog wel met de grote blending tool doen. Dan pak ik gewoon dezelfde kleur rood. Kijk, zie je, heel lichtjes. Ik ben elke uit het beeld, zie ik. Hier wordt het al wat gevaarlijker, dus wat doe ik dan?
Dan pak ik mijn kleine blending tool. En dan kijk ik hier, het randje van die bloem die zit daar. En dan kan ik mooi gedetailleerd hele kleine stukjes doen. Maar ook heel dicht bij de bloem komen. En als je maar een heel klein stukje hoeft of wilt, dan gaat het met zo'n kleine blending tool natuurlijk ook veel makkelijker. Nou, hier wil ik ook nog even een klein beetje bij de bloem. Maar ik wil niet in die bloem. Dus pak ik weer dat kleine blending tooltje. Die kan ook nog. Ik zeg al, die blending tools, die spoel je gewoon af. Je hoeft niet te kijken naar de emboskpoeder, daar mag je gewoon overheen gaan. Kijk, zien jullie hoe dicht ik nu bij die bloem ben gekomen? Terwijl als ik dit gebruikt had, dan zie je dat niet. Dan heb je te weinig overzicht waar je blijft. En met dat kleine tooltje gaat dat een stuk beter. Maak hem even gelijk schoon. Ook weer een voordeel natuurlijk van inkt op waterbasis. Dat kun je meteen doen. Ja, ik ben echt heel mooi, Mies. Even kijken, we hebben de rode gehad. Dan gaan we nu naar de blauwe. Even kijken, dit is de En wat doen we dan? De rondjes. We gaan de rondjes pakken. Nou, hier geldt ook weer voor. Dit stukje gaat goed, want de bloem begint hier. Dus dat kan ik wel met het grote toeltje doen. Hier pak ik weer het kleine toeltje. En dan de andere kant. Van deze kant zit rood, dus ik pak gewoon een lege kant, schone kant. En ik wil zo dicht mogelijk bij de bloemetjes komen. Kijk, zie je hoe dicht ik erbij ben? Nou, alles in drievoud, hè? Zoals wij dat gewend zijn. Dus pak ik hem hier boven nog een keer. En dan doe ik hem een stukje over de embossingpoeder. Maar dat is niet erg. Dan pak ik weer het grote toeltje. Even kijken, dan heb ik er twee gedaan. Pak ik er dadelijk nog eentje. Maar ik haal eerst even de kleur eraf. Even kijken, deze. Zal ik de rondjes doen? Dat is ook wel leuk, hè? En dan gaan we met groen. Even kijken, dit is groen. Blauw. Even kijken, want nu zit ik toch weer bij de bloemetjes. Dus dan gaan we even een schone pakken. En weer de kleine pakken. Deze komt ook nog. Ja, ik moet even goed kijken dat ik niet de bloemen raak, hè, want dat is niet de bedoeling. Kijk, precies ertussendoor zien jullie. Pak hem hier nog even. Ook deze doe ik weer 3 keer.
Dat is 2. Nou, nog een keertje. En hier kan ik weer gerust, natuurlijk, omdat er geen bloem in de weg zit, de grote pakken. Nou, die toeltjes leg ik aan de kant en die spoel ik straks gewoon af met water. Deze, en die doe ik dan weer in mijn hoesje, want dat vind ik dan wel het fijnste. Dus die leg ik even aan de kant. Nu heb ik de inkt niet meer nodig, dus die ga ik ook even aan de kant. En nu pak ik mijn Sharpie. Witte Sharpie. En een schaar. Dan heb ik een hele lompe schaar, weet je, zo'n kattelschaar heb ik hier liggen. En dan pak ik een stukje keukenpapier, wat ik eigenlijk klaargelegd had. Maar wat inmiddels onder de winch verdwenen is. Dat keukenpapiertje heb ik eigenlijk alleen maar nodig om het bloemetje een beetje te bedekken. Dat dadelijk niet het hele bloemetje onder zit. En dan ga ik de Sharpie pompen. Even goed schudden en flink pompen tot er wat inktheid komt. Nee, mag nog wel meer inkt. Dan ga ik wat spetters maken. Dan doe ik ook even aan deze kant. Kijk. Ik hou wel van af en toe een grote spetter ertussen zitten. Ja. Dan haal ik hem even weg. Zien jullie hoe makkelijk dat die glasplaat schoon wordt? Dat is echt een ideale uitvinding. Hoppa. Even kijken. Ik ga even kijken of ik even nog wat vragen kan. Nou, Rita, dat gewoon oefenen, gewoon doen hoor. Dat lukt, het is helemaal niet zo moeilijk. Ik droog hem even, zodat die witte spettertjes ook even aangedroogd zijn. Die liggen er natuurlijk wat dikker bovenop. En nu hebben jullie denk ik die andere kaart. Oh, ik ben echt weer een zootje aan het maken. Even kijken, misschien nog even. Gezien dat dit dus een stuk lichter is. Dus de bloem is echt een stuk lichter als dat die nu is. Zien jullie? Nou, dan komt nu de truc. Eigenlijk heel simpel. Een waterpenseel, een bakje water en keukenpapier. En dan ga ik het nat maken, afvegen en oppakken en deppen. Kijk, en dan zie je dat ene blad al meteen een stuk lichter worden. Dus je neemt de, nu, omdat het op waterbasis is, de inkt, neem je de inkt gewoon weer op. En als je een goede laag inkt erop hebt zitten, hoe meer inkt er zeg maar, op de onderlaag zit, hoe mooier dat dit naar boven komt.
Is goed, Matt. En afdeppen. Je kunt het wel goed zien, denk ik, hè? Dat het nu lichter aan het worden is. Tenminste, ik zie het in beeld wel goed. Nou, de stammetje is wat dunner, dus daar moeten we wat voorzichtiger mee zijn. Even de kleur eraf. Ik wil heel de bloem dus nou lichter gaan maken. Ook het kleine blaadje. Ja, leuk is wel. Dus dit geeft gewoon echt een, ja, net een beetje een ander effect. Het is eigenlijk al een hele oude techniek, maar. Soms is alles weer een beetje omhoog halen en technieken wel weer leuk, hè? Dan worden we weer herinnerd aan wat we allemaal kunnen met onze spulletjes. Nou, even kijken, het stammetje nog. En dan gaan we het volgende bloemetje beginnen. Kijk, je ziet ook gewoon dat je kleur afneemt, zodat de kleur op je waterpenseel blijft zitten. Ik zou geen water in het waterpenseel doen, want dan kan het wel eens ongecontroleerd gaan worden. En dan krijg je echt vlekken en dat is wel zonde. Ja, daarom zei ik al, Mies, hoe donkerder je de achtergrond maakt, hoe mooier dat dit naar voren komt. En dan is dat met deze inkt eigenlijk vrij snel, want je hebt eigenlijk maar twee laagjes en ja, je had meteen eigenlijk al een donkere ondergrond. Maar dat ligt gewoon ook een beetje aan het kleurpigment wat er in die inkt zit. En deze heeft een hele mooie pigment. En zo heeft elke inkt ook weer zijn eigen mooie eigenschappen. Ja, dit kan ook met de distress inkt, Marije. Nee, zul de penseel niet vullen, want dan, ik zeg al, dan kan het wel zijn. En sommige penseelen hebben het erger dan andere. Deze doen het gelukkig niet zo gauw, maar je hebt die gekleurde, ik weet al niet meer van welk merk, maar die willen nog wel eens een keer een flinke druppel water eruit laten. En dan heb je, ja, dat is gewoon zonde, zonde van je werk. En mijn penseel is best nat hoor, daar gaat het niet om, maar ja, het is niet zo dat er in één keer een druppel vanaf kan komen.
Ik heb ook niet het dunste penseeltje genomen. Ik heb het middelmaatje genomen. Als je denkt van ja, dat vind ik eng, dan pak je gewoon een dunner penseel. Dat gaat gewoon ook hartstikke goed. Kijk, hier wil ik ook nog wat weg hebben. Kijk, zien jullie hoe mooi wit ik hem heb gekregen? Nou, dan ga ik hem even drogen. Wordt meestal nog een net een klein beetje witter. En dan ga ik, want dat was ik dus vergeten, even mijn strijkijzer in het stopcontact stoppen, zodat het warm wordt. Als je het met een gewoon strijkijzer doet, dat kan ook. Even op het wolprogramma zetten. Ik heb een rijstrijkijzertje. Hier. Omdat ik anders naar de andere kamer moet en die kan laten zien. Kijk, en dan kan ik ook op 3 standen zetten en ik heb hem op de max staan, dat hij niet zo heel erg heet wordt. Dus die laat ik even warm worden. Al een heel oud ding, moet er af of dat nou doet, maar. Nou, hij begint al warm. Wat ga ik nu doen? Ik heb hier die witte embossingpoeder gedaan. Die ga ik eraf strijken. En dat ga ik doen omdat ik dadelijk. Ik wil ook gewoon dat zwarte randje hieromheen hebben. Nou, dat gaat niet over embossingpoeder. Dus dit is eigenlijk een resist techniek. Dus eigenlijk. Je ziet ook wel dat er weinig inkt op is blijven hangen. De inkt er tussendoor die blijft wel zitten. Dus ik strijk dadelijk die embossingpoeder helemaal weg. Tussentijd dat ik daar. Mijn strijkijzer warm kan worden. Ga ik even wat witte accenten aanbrengen met mijn Sharpie. Haalt de bloem nog net meer naar boven. Jammer. Zien jullie? Knapt hij wel van op, hè? Even kijken, wat is ook nog leuk om te doen? Ach, om die rondjes. Gewoon willekeurig. Als je de ene doet, dan moet je eigenlijk de andere ook. Dus deze zijn wel veel rondjes, maar dat maakt niet uit. Strijkijzer is toch nog niet warm. Gewoon uit de losse pols. Hoeft niet precies zoals de rondjes zijn. Dat maakt het juist het mooiste. Even kijken aan de bovenkant nog. Hè. Zien jullie de kaart al helemaal ja, groeien, zeg maar? Wordt echt wel leuk zo, hè? Je bouwt eigenlijk gewoon stap voor stap de kaart op. Nou. Nou, volgens mij is die echt goed. Ik heb altijd een stapeltje met mislukte printpapiertjes hier liggen. Ga ik nu doen? Ik leg dit over mijn kaart. Pak mijn strijkijzertje.
En we gaan over de gemboste hoekje. Even kijken. Nou, hij is er nog niet helemaal vanaf. Gewoon plakken. Kijk, en dan zie je, als je goed kijkt hier, de embossingpoeder. Dan ga ik even kijken of dat hier helemaal af is, ja. En datzelfde doe ik dus ook weer met de andere hoek. Dan zie je ook meteen wat ik af en toe uitdraai, hè, met lekkere recepten. Maar gewoon een oud printpapiertje. Kijk, en hier zit het weer. Kijk, dan kan ik ook weer een beetje af. Ja. Dus nu heb ik alle embossingpoeder heb ik eraf. Dan zit dat dus op dit blaadje. Dat is nu in de prullenbak mag. Dan zet ik even mijn strijkijzertje uit. Doordat hier dus geen embossingpoeder meer zit, kan ik dus met een zwarte gelpen een mooi lijntje gaan trekken. Ik ga even ondertussen zou ik dit ook met mijn irisstempel kunnen doen. Je bedoelt een speciale bloemstempel, Marije? Irisstempel. Ik weet even niet wat je bedoelt, Marije, maar het zal wel een bloem zijn. Maakt niet uit. Elke bloemstempel of elke figuurstempel kan ook. Het hoeft niet eens per se een bloemstempel te zijn. En nu ga ik uit de lospols ga ik een lijn trekken met een zwarte gelplijn. Ga tot de stammetjes en achter stammetjes door. Zien jullie het zo? Wat is eng, Tineke? Tineke vindt iets eng, maar ik weet niet wat. Kijk, en nu kan je mooi hier ook met je zwarte gelpen het is nu een beetje gekarteld. Ja, nou, als het een bloemenstempel is, dan kan dat gewoon maar rijden. Maakt niet uit. Net de stempel die je leuk vindt. Het kan ook met een autostempel of ja, noem maar op. Gewoon elke stempel die je leuk vindt, kun je gewoon hetzelfde effect krijgen. Dus het witte eruit halen. Ik heb nu die zwarte rand gedaan. En dan zie je hier dat ik die ja, schrikdraad. Moet ik anders noemen, figuurtjes heb gedaan. Dan doe ik ook gewoon uit losse pols. Eentje ertussen. Ik doe meestal op zo'n grote oppervlakte 2 op een kant, maar ja, dat hoeft ook niet per se. Het is gewoon wat je zelf leuk vindt. Kijk, wat heb ik nou ook nog? Dus nu heb ik de zwarte rand gedaan. Strijkbout. Oh, strijkbout vind je. Ja, er is echt helemaal niks engs aan, want er kan eigenlijk gewoon helemaal niks gebeuren. Als je gewoon een strijkbout hebt, gewoon een bolprogramma. Nou, dit is een rijstrijkhuis. Dat heb ik gewoon op vol vermogen gezet. Pietje eronder. Ja, er kan eigenlijk helemaal niks fout gaan. Je bent weg. Even kijken, wacht even. Even kijken, ik nieuw verbinden.
Ja, ben ik er weer of niet? Even kijken. Ga even kijken wat ik doe. Ja, ben ik er weer? Oké. Even de duimpjes omhoog als ik er weer ben. Ik weet niet wat er verkeerd ging. Oké. Raadsel wat er misging, maar want ik zie het hier gewoon nog wel. Oké. Nou. Even kijken. Het laatste was dus dat ik hier dus dat streepje gemaakt heb met die schrikdraad figuurtjes erin. En nu pak ik een stempeltje waar ik echt helemaal gek van ben. Dat kun je ook wel zien hoor. Dit is mijn Crealize puntjes stempeltje. Dus wordt ook echt heel veel gebruikt. Volgens mij wordt het tijd dat ik ook een nieuwe reserve ga pakken. Even kijken, dan ga ik mijn. Oh, ben ik niet bij iedereen weg geweest? Oké, nou super. Ik wil zeggen, ik zie hier mezelf ook nog steeds, maar ik doe hier geen acrylblok onder. Ik pak gewoon mijn puntje, mijn stempeltje en zet her en der wat zwarte puntjes. Zien jullie? Ook dat doe ik weer 3 keer. Vind ik even verversen, ja. Ik was hier ook al aan het vogelen, maar ik denk, ja, ik zie het zelf nog wel. Dus dan is het soms een raadsel wat er aan de andere kant gebeurt. Nou, het enige wat er dan bij deze nog bij moet, is dus die tekststempel. Nou, die tekststempel was er eentje van Penny Black. Een kleurstempel. Ook hele leuke stempels. Dus ik pak toch weer dezelfde. Embrace happiness. Even een kleinere krulblok. En ook nu pak ik weer die Archival inkt. Kijken. En met de kleur is het natuurlijk altijd wel makkelijk, want dan zie je wel dat ik mijn recht heb liggen. Voel de warmte van mijn strijkijzer nog steeds hier naast me. Kijk. Nou, die maak ik straks wel even schoon. Dit was dus de kaart. Nu heb ik vergeten de onderkaart te snijden, maar dat maakt niet uit, want ik heb toch andere kleuren gekozen dan ik straks heb gekozen. Even kijken. Even een stukje terugkijken. Nou, iedereen is er weer. Is dit helemaal duidelijk? Zoals dit, dus die stap voor stap die ik nu gedaan heb, is die helemaal duidelijk voor iedereen? Zie niks? Ben ik weer weggevallen? Of leef ik nog? Ben ik er nog, dames? Want ik zie helemaal geen reacties. Ja, nu zie ik wat hartjes komen. Ja, nou super. Zijn er over deze techniek nog vragen?
En dat jullie die kaart nog moeten matten, dat hoef ik jullie niet uit te leggen hoe dat moet, hè? Ik zei wel, daar ben ik echt even vergeten om die achterkaart te maken. Nou, ik zie helemaal geen vragen, dus het zal wel duidelijk zijn. Maar dan ga ik nou over op de leuke dingen die ik vandaag binnengekregen heb. Even kijken of ik het in één keer kan pakken, maar ik denk het niet. Nou, dankjewel. Heel duidelijk. Nou, dat is wel heel fijn om te... Ik zie in één keer heel veel duimpjes. Dus het zal ergens een beetje achterlopen. Nou, dankjewel, dames. Zoals ik in het begin van het filmpje al zei, laat ik aan het einde even zien de leuke spulletjes die ik als designteamlid van Studio Live, waar ik heel blij mee ben, vandaag binnengekregen heb. En dat zijn... Om te beginnen de nieuwe lightmarkers. Het zijn weer 6 doosjes van 6 markers. En ze hebben allemaal een eigen themanaam. Dit is de Sunset Collection. En dat is oranje, geel, iets meer oranje, roze, rood en nog een rode. Dan hebben we hier de Memories of Summer. Echt een hele mooie kleurencombinatie. Kijk, ik zal hem zo laten zien, dat is wel makkelijker. Dat is echt een zomerse tinten. Deze zijn bij Marloes al op voorraad. Dus die zijn al te bestellen. Nou, hier heb ik de Sweet Collection. Nou, Sweet, dat heeft geen verdere uitleg, hè? Het is bijna allemaal roze en paars, dus echt sweet. Dan hebben we hier de handlettering. Dus dat is grijs, zwart, blauw en rood. Kun je het zo een beetje zien, hè? Dan heb ik de Industrial Collection. Bruin, blauw, grijs, groen. Ja, blauw, grijs. En oranje, geel. En dan heb ik hier dus zo Spring Collection. Er zit wel meer kleur in. Even kijken. Friend Vermilion. Marigold. Pale Green. Die kan ik even zo. Lavender. Cool Shadow. En Blue Gray. Dus weer hele mooie nieuwe kleurtjes. Ik heb er ook vandaag al mee gewerkt. En dan heb ik gewerkt met de handlettering, de blauwe, dus de nummer 63. En de Sweet Collection, dat was de 82 en de 126. En daar heb ik de achtergrond gemaakt, ik zal hem even zo halen. Achtergrond gemaakt van deze mooie Memory Dex kaart. Waar ik ook de achterkant van heb gemaakt. En dan moet ik hem weer zo houden, omdat de Memory Dex natuurlijk zo gaat. Dus de achtergrond is met de nieuwe lightmarkers al gemaakt. Ik ben er heel blij mee. Het zijn gewoon geweldige kleurtjes weer, geweldige set. Je kunt ze weer net als de andere 6 aan elkaar klikken. Dan zet ik ze even heel voorzichtig aan de kant. En dan pak ik de leuke malletjes. Ik snel even binnenvallen, alleen. Nou, gezellig, toch? Nee, deze markers zijn op waterbasis. Honey? Die zijn op waterbasis. Dan hebben we vandaag binnengekregen de Rolodex Memory Dex kaartjes. Even kijken. En dan is dit de volgende. En deze, die heb ik dus vandaag al gebruikt. Er zitten 3 stansen van elk zin die je dus op elkaar kunt bouwen. Deze ook. Deze ook. Deze heeft nog heel leuke gaatjes in het midden. Kun je nog een lintje erin halen. Het zijn eigenlijk 4 verschillende figuurtjes. Deze zijn nog niet
In de winkel, maar wel al te pre-orderen. Ik vermoed dat ze volgende week er zijn, maar dat is even vermoeden voor mij, dat weet ik niet zeker. Maar ik schat haast van wel. Dus dat ze volgende week gewoon binnen zijn, alleen nu zijn ze alleen nog als pre-order bestellen. En ze passen dus in een Rolodex, maar ook in. En nou stort het in. In dus de Memory Dex. Zien jullie? Ik kan zo even laten zien. Kijk. Past hier perfect in. En daar passen ze alle vier in. Dan haal ik hem weer even uit, want ik had nog wel meer om te laten zien. Dus dit zijn de Rolodex Memory Dex malletjes. En dan hadden we ook nog drie. Ja, wat zijn het? Labeltjes. Ik heb vandaag deze gebruikt. En daar heb ik het hartje van gebruikt. Dat klap je eigenlijk om, dat je aan de andere kant ook een hartje hebt. Het hartje erboven. Alleen heb ik hem alleen maar aan deze kant gebruikt, dus niet aan die kant. Maar je kunt hem dus zeg maar om het kaartje heen vouwen. En dan heb ik de clip gebruikt. Dus dat is van deze set. Dus dat is wel leuk. Ik had de clip gemaakt en dan een rondje gestanst met een tekstje erin. En die heb ik in die clip geschoven. En daarna het puntje van de clip weer vastgezet. Dus er zitten drie eigenlijk clips op. Nou, dit zijn wel hele leuke tap. Ja, nou kom ik op de tapjes. En dan hebben we hier. Dit zijn er twee. En die bestaan ook weer uit een onderlaag en een bovenlaag. En hier zitten er drie in. Dus hele leuke malletjes. En ik ga de volgende keer, en dat is over 2 weken, ga ik dus met deze mallen, maar ook met light markers ga ik werken. Dus dit is even een voorproefje op wat ik over 2 weken ga doen. Ik ga dan met de light markers inkleuren. Maar dan inkleuren op de Memory Dex. Dus niet alleen achtergrondjes maken, maar ook laten zien dat het ook leuk is om afdrukjes in te kleuren op je Rolodex, Memory Dex kaartjes. Dus dit was. Ik had ook nog 2 leuke paperpadjes gekregen. En die paperpadjes zijn 148 bij 105 mm. Dus het zijn kleintjes, maar waar passen ze precies op? Op de kaartjes. Dus ik had straks eigenlijk wel een idee doen. Dit zijn allebei kerstpaperpadjes. En wat lijkt mij nou leuk om in plaats van een kerstkaart, als je weet dat iemand een Rolodex of een Memory Dex heeft, om zo'n kaartje op te sturen met kerst. En deze paperpads zijn er gewoon hartstikke geschikt voor. Kijk, ze zijn echt hele leuke afbeeldingen die erin staan. Mooi klein, en ik denk bijna. Ja, het zal net gaan. Net twee eruit kunt halen uit 1 bladzijde. Van de kleinste. Dus. Nou, dat is wat ik vandaag een beetje binnengekregen heb. En ik zeg al, ik mag me eigenlijk echt een bevoorrecht iemand noemen om in het team te zitten van Studio Light. Want ze komen met zulke leuke dingen en er komt nog veel meer leuks uit. Dus, maar ik ga dus volgende keer niet met papier werken, maar wel met de light markers en de Rolo Memory Dex kaartjes. Dus ik ga er een paar in voor maken. En dan laat ik jullie de volgende keer zien. Nou, ik ga nog een keer erin gooien. Zijn er nog vragen hierover of willen jullie nog wat weten? Ja, het zijn hele leuke blokjes. Volgens mij zijn die wel al binnen bij Marloes, maar dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik weet, de markers zijn er wel. De light markers en de. Stansen zijn er nog niet, maar die zijn wel te pre-order. Zou alleen de tabs kunnen maken. Ik heb alleen de mini traveler. De mini traveler weet ik zo niet wat het is.
Ja, ze zijn gewoon super mies. Ze zijn echt geweldig. Zo komt onze memory Rolodex wel vol, hè? Nou, is heel leuk om te horen. Ik zie verder geen vragen meer. Even kijken, nog een stukje terugscrollen. Nee. Nou, dan ga ik hem afsluiten. Ik zei al, ik ben over 2 weken weer aan de beurt. Ik ga even spieken wie de volgende week is. En dat is Petra. Ja, Petra volgende week als het goed is. En dan die week erop ben ik er weer. En dan ga ik inkleuren met de lightmakers. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En ik zou zeggen, doei doei!